Dit hebben de bewoners gemaakt hier in huis. Want we wilden eigenlijk vanwege de bevrijding 75, het Vrije Nederlands, wilden we daar iets mee doen. Maar ja, corona gooide roet in het eten, dus het ging niet door. Dus toen hadden we bedacht, nou laten we toch iets maken van vrijheid. We hebben de duif hebben we zeg maar zelf geschilderd en konden de mensen inschilderen. En wat andere dingetjes. Dus dat hebben ze allemaal kunnen kleuren en verven. En toen hebben we dit als symbool voor de vrijheid. En ook een beetje het symbool voor de vrijheid van corona. Maar helaas is dat nog niet helemaal het geval. Hebben we dit hier nu neergehangen. Dus dit is helemaal gemaakt eigenlijk door onze bewoners die hier in het Uiterjoon binnenwonen. Het is vandaag de laatste dag van Marion. Ze gaat met pensioen. We hebben een hele leuke dag vandaag. In het teken van Marianne. Ze zit achter het bureau. Achter de computer. Goedemorgen, Marleen. Hallo. Ja. Mijn laatste dag. Mijn laatste dag. En toch nog even achter de computer. Ja. Nee, ik kan natuurlijk nooit alle mensen bereiken vandaag. Dus ik heb even een mail gemaakt voor alle mensen die ik niet meer zie. Om hun het allerbeste te wensen en bedanken voor de samenwerking. Ja, dan heb ik iedereen bereikt. Hè? Maar ik zit even te zoeken van naar wie ik het nu precies ga sturen. Want ik wil het hele Uiterjoon natuurlijk hebben. Het is vandaag een heel dubbel gevoel voor mij. Omdat de mensen om me heen zo lief zijn. 15 jaar Uiterjoon. Het is best wel een hele lange tijd geweest. En ik moet zeggen, wat je wel eens op de reclame hebt gezien. Want het waren 15 fantastische jaren. Nou, dat is gedeeltelijk ook eigenlijk wel zo geweest. En ik ben hier begonnen alleen als activiteitenbegeleidster in het Uiterjoon. En ik heb eigenlijk de vrije hand gehad in alles om op te zetten. En eigenlijk kon er ook heel erg veel in de begintijd. En er zijn zoveel grote evenementen geweest. We hebben de jaarlijkse playback shows hebben we natuurlijk gehad. Wat heel, heel erg geweldig leuk was. Waar zelfs bewoners aan mee hebben gedaan. Sowieso personeel en vrijwilligers. Dat is een hele grote activiteit, elk jaar weer. Helaas afgelopen jaar niet vanwege de corona. Nou, daarnaast hebben we in het begin zeker hebben we twee keer per jaar een uitje gehad. Dan gingen we een reisje maken naar een leuke plaats in Nederland. Nu op dit moment zijn we eigenlijk met 5 activiteiten begeleid. Ook op het Anker beneden. Dit boek kreeg ik gisteren toen ik afscheid nam van de bewoners. Ja, geweldig, echt waar. Het was, er staan dus allemaal foto's in van alle bewoners. Ze hebben allemaal wat liefs gezegd. Ook van de aan- en inwoningen. Ik wens je allerbeste toe. Veel geluk met Leo, met je kleinkinderen. Je hebt nu extra kleinkinderen erbij gekregen. Dus het wordt nog groter. Geniet ervan. En we zien elkaar heel snel.